zijn in Coffee Company in de Oude Ebbingenstraat in Groningen, waar we met FC Groningen keeper Marco Bizot vandaag op de koffie gaan. Want Bizot is verzot op koffie. Genoeg keuze. Ik neem zelf altijd cappuccino, caramel cappuccino. Caramel cappuccino. Ja. Ik ga toch een beetje voor het echte werken. Het echte werk. Wat is het echte werk? Ja. Toch de espresso, hè? Pure koffie. Mm-hmm. Nou, anders probeer ik die ook een keer. Dus we gaan voor de espresso macchiato. Ja. En dan de small, medium, large? Ik neem de medium. De medium, ja. Ik ga toch voor de sterkste. Dat is een goed idee. Ja, ik ben benieuwd. Ja, dat is mooi. Mag ik voor nu een espresso macchiato medium en een espresso medium zelf gewoon? Straks horen we van Bizot waarom hij een groot liefhebber is van koffie en kijken we terug op zijn eerste periode als eerste keeper van FC Groningen. Zo, lekker, dankjewel. Dankjewel. Het ziet er goed uit, jongens. Goed geregeld. Genieten. Heb je goed gedaan, Marco. Nou, die was voor jou, hè? Ja. Even kijken. Macchiato. Wat, hè? Espresso. We zijn in de Oude Ebbingenstraat in Groningen, waar we op het terras van Coffee Company op de koffie gaan met FC Groningen keeper en koffieliefhebber Marco Bizot. Het smaakt gewoon heel lekker. Het is gewoon een momentje van ontspanning en ja, gewoon genieten van de tijd die je hebt, het leven. Mooie momenten en daarbij gaat een lekker kopje koffie al gepaard, inderdaad. Hoeveel koffie drink jij op een dag? Ja, ik denk dat dat niet echt heel verstandig is om te vertellen. Nee, max zit ik aan de 10, 12 ongeveer per dag. Ja, zoiets. Op een goede dag, hè, dan. Ja, slechte dag dan minimaal 6, 7. Ja, gewoon lekker. Ik heb inderdaad wel wat vaste momenten erin. Ja, niet altijd. Af en toe gewoon net hoe het uitkomt. Maar meestal voor de training. Maar dan na de training, met de lunch. Als ik thuis kom, voor het eten, na het eten. 8 uur 's avonds. Het zijn wel een paar momentjes die een lekker bakje koffie wel lekker is. Ja. En dan slaap je ook goed? Heerlijk, heerlijk. Ja, voor mij maakt niet uit. Ik heb al zoveel koffie gedronken. Als ik om 11 uur nog koffie drink, dan 11:30 slaap ik gewoon. Op 20 januari van dit jaar maakte Bizot thuis tegen FC Utrecht zijn debuut voor FC Groningen. De vorig jaar zomer van Ajax overgekomen Bizot nam daarmee na een half jaar de positie van Luciano da Silva over. Ja, het was een lastige wedstrijd om gelijk na de winst op de eerste wedstrijd natuurlijk gelijk te gestaan. Om je debuut te maken is het altijd brengt wat anders met zich mee dan een doodnormale gewoon wedstrijd. Of als je er al 10 hebt gespeeld of zo. Ja. Dus ja, het was extra spanning, extra sfeer en was lastig. Maar ja, ik denk op zich wel dat ik redelijk vanaf ben gekomen. Ja. Bizot speelde, inclusief de eerste playoff wedstrijd tegen FC Twente, tot nu toe 17 duels in het eerste elftal van FC Groningen. Het waren wedstrijden waarin hij veel leerde. Het is gewoon puur echt heel veel geleerd. Echt heel veel geleerd. Ik denk dat het ook het belangrijkste was om in zo'n korte half jaar zoveel mogelijk te leren. En daar heb ik al echt een goed gevoel aan overgehouden. Ja. Wat heb je geleerd? Ja, het is gewoon in bepaalde situaties gewoon dat je echt gewoon ervaring nodig moet hebben om dat goed op te lossen, zeg maar. Ja. En ja, met de wedstrijden, hoe meer wedstrijden, hoe beter. En dat kan alleen als je gewoon speelt. Ja, precies. Dat leer je niet bij de belofte? Nee, dat is toch anders. Dat is toch, een hele andere entourage. Spanning en sfeer, alles is anders. Niveau is lager. En heb je echt puur Eredivisiewedstrijden voor nodig. Ja. Na de play-offs is het seizoen voor Bizot nog niet voorbij. Want met Jong Oranje begint hij op 6 juni aan de EK onder 21 in Israël. Met een poolwedstrijd tegen Duitsland. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om een EK mee te maken. Dat is een hele goede ervaring. Dat maak je niet ieder jaar mee. Nee, is heel mooi. Israël, mooi land. Heb jij nog meegekregen dat Nederland hier in 2007 Europees kampioen werd? Ja, die heb ik zeker meegekregen. Dat klopt. Had je toen zoiets van, hé, dat wil ik ook wel? Ja, dat zijn zeker dingen wat heel mooi staat op je cv. Als je naam daar genoemd wordt, ja, dan is dat gewoon prachtig. Ja, we hebben een goede selectie. Het is denk ik wel een reële kans dat we dat ook gaan halen deze zomer.
Ja.